In het verkiezingsdebat tussen Thierry Baudet en Mark Rutte op de vooravond van de Europese verkiezingen stelde Baudet aan Rutte de vraag wanneer hij voor het laatst gehuild had. In deze video zal ik uitleggen waarom die vraag om te huilen was. Tijdens het verkiezingsdebat kregen de beide politici de kans om elkaar een persoonlijke vraag te stellen. Nou, kijk hier eens even hoe Thierry Baudet zijn vraag aan Rutte invulde en wat er vervolgens gebeurde. Misschien heeft Thierry ook nog wel een persoonlijke vraag voor u. Als u mocht u geïnteresseerd zijn in de persoon, Mark Rutte. Absoluut. Bereid te beantwoorden. Ja, wanneer heeft u voor het laatst gehuild om iets dat in uw privéleven is gebeurd? Ik heb gehuild toen mijn vader overleed. Ik heb gehuild toen mijn broer overleed. Ik heb gehuild toen recent mijn oudste zuster overleed. Dat zijn zeer emotionele momenten. En wanneer was dat, uw zus? Wanneer was dat het laatste? 4 jaar geleden. 4 maanden geleden. Gecondoleerd. Ja, op zijn minst kan je zeggen dat dit toch een beetje ongemakkelijke televisie opleverde. Waarbij de vraag eigenlijk is, waarom stelde Baudet deze vraag en welk effect had dat nou ten voordele voor hem? Eigenlijk had het helemaal geen voordeel, hij stond toch eigenlijk een beetje verschut. Nou, in mijn analyse zijn er 2 redenen waarom je die vraag zou hebben kunnen stellen aan Rutte. Want je bereidt zo'n debat voor en je mag een persoonlijke vraag stellen. Dan ga je natuurlijk een vraag stellen waarvan jij denkt als politicus dat je daar je voordeel mee kan doen. Want je staat er om dat debat te winnen. Nou, er zijn 2 redenen waarom je deze vraag zou kunnen stellen. De eerste reden is dat je denkt dat je met deze ontregelende vraag jouw opponent in verwarring brengt. Dat hij niet meer weet wat hij moet doen en dat je daar simpelweg mee overvalt. Maar ja, als Mark Rutte jouw tegenstander is, die al zoveel politieke ervaring heeft en die eigenlijk in een debat nog nooit de weg kwijt is geraakt, dan denk ik niet dat dat gaat werken. Tweede reden waarom je deze vraag zou kunnen stellen is als je wil laten zien aan de kijker thuis dat jouw politieke opponent een beetje een ijskonijn is, iemand zonder gevoelens. Aan het eind van deze video kan je nog een fragment zien uit de verkiezingen van 1988 in de Verenigde Staten. Daar was de democratische kandidaat Michael Dukakis. Die stond bekend als ijskonijn en die kreeg opeens de vraag voorgelegd. Meneer Dukakis, wat zou u doen als uw vrouw verkracht en vermoord zou worden door iemand? Zou u dan niet voor de doodstraf zijn voor die persoon? En wat deed Dukakis? Die ging daar een heel zakelijk antwoord op geven. En voor alle miljoenen kijkers thuis werd maar weer eens bevestigd dat dit een man zonder emoties was. Terug naar dit debat. Heeft Rutte dan het imago dat hij een harteloos iemand is zonder enig gevoel? Maar volgens mij is dat helemaal niet zo. Dus als je dan deze vraag stelt, ja, dan gebeurt er eigenlijk wat er gebeurde. Rutte is niet van zijn stuk gebracht, geeft een heel eerlijk, integer, persoonlijk antwoord. Vervolgens gaat Baudet nog eens verder de fout in door te vragen, goh, wanneer is uw zus dan eigenlijk overleden? Nou, je hebt het gezien, dat is dan 4 maanden geleden. En daar staat Baudet met lege handen, onsympathiek. Hij is de harteloze, Rutte komt sympathiek over. Kortom, in de voorbereiding bij Forum voor Democratie is hier iets grondigs misgegaan. Dan nu nog even terug naar 1988. Michael Dukakis krijgt door Bernard Shaw deze vraag gesteld. Wat nog even goed is om te weten ter introductie, is dat Dukakis tegen de doodstraf is. Het verkiezingsdebat ging daar ook echt over. En Bernard Shaw stelt hem dus die vraag over de verkrachting en het vermoorden van zijn vrouw. Stel dat dat zou gebeuren. Je ziet Dukakis daar zakelijk op reageren. En het was dit fragment dat er mede toe bijdroeg dat Dukakis de verkiezingen verloor. Sterker nog, de Democraten waren zo boos achteraf over deze vraag dat in de verkiezingsdebatten daarna er veel scherpere afspraken zijn gemaakt over wat een journalist eigenlijk wel of niet mag vragen tijdens een verkiezingsdebat. Kortom, een historisch moment. Geniet ervan. No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. I don't see any evidence that it's a deterrent and I think there are better and more effective ways to deal with violent crime. We've done so in my own state, and it's one of the reasons why we have had the biggest drop in crime of any industrial state in America, why we have the lowest murder rate of any industrial state in America. Vond je dit nou een leuke video? Like het dan vooral hieronder. Ben je het totaal oneens met wat ik hier gezegd heb? Of heb je zelf nog een ander mooi voorbeeld van een beroemd verkiezingsdebat? Zet het dan in de comments. En als je vaker video's wil ontvangen over beroemde verkiezingsdebatten en andere overtuigtips, dan kun je hierboven abonneren op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut.